nieuwe maatregelen tegen Poetin. Ja, ze zullen meer wapens naar Oekraïne sturen en komen mogelijk met nieuwe sancties tegen Rusland. De 27 ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen die hebben dat vannacht tijdens een spoedvergadering besproken. EU-buitenlandschef Borrell maakte dat bekend. En details over de eventuele nieuwe wapenleveringen of sancties, die zijn nog niet bekend. Vandaag spreekt Borrell de VN-veiligheidsraad toe en hij zegt dat de nieuwe sancties en wapenleveringen dan ook zeker op tafel zullen liggen. Heeft Nederland nog veel wapens liggen om te leveren? Nou, zeker groot materieel niet meer. Nee. Mogelijk nog wat kleiner. Exacte overzicht heb ik daar niet van. Maar onze schappen zijn leeg. Ja, en hoe zouden we dan toch daaraan bij kunnen dragen? Want dat horen we wel voortdurend ook het kabinet zeggen. We blijven ze steunen, meer wapens. Ja. Nou ja, het kan zijn dat andere NAVO-partners landen mogelijk nog voorraden hebben liggen. En dat die dat zeggen, ja, maar dat hebben wij ooit zelf aangeschaft. Dat je die tegemoet komt en daaraan meebetaalt. Dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.